Het goede nieuws op de laatste trainingsdag in Oostenrijk kwam van Bram van Vlerken. Hij mocht weer buiten rondjes lopen. En de loopoefeningen waren er ook voor Jeroen Zoet, die herstellende is van een ribblessure. Zij trainde apart van de groep die in het begin van de training aan een touwtje hing. Bij elkaar wel te verstaan. Want terwijl Cocu, Van der Weerde en ook Faber de partijvormen bedenken die later volgen, leidt Egid Kizau de uitgebreide warming-up. En dat ziet er dan zo uit. Bij Jeroen Zoet komt de ballen dan aan te pas. Voetballend, nog niet duikend. Dat zal ongetwijfeld later komen als die rib helemaal hersteld is. Aan het einde van de sessie stevige, intensieve, korte partijen. Met doelpunten van Hendricks. Hij passeert Nigel Bertrams en aan de andere kant Jesse Bertrams, die Localia bereikt en die doeltreffend afrondt. En zo gaat PSV met een goed gevoel weg uit Bad Erlach.